zien ook dat vrouwen anticonceptievraagstukken anders beantwoorden. En denken van, nou, kan het wel op een natuurlijke manier oplossen. Maar zien we ook een aantal vrouwen per jaar hier alleen al in ons ziekenhuis met ongewenste en ongeplande zwangerschappen. Goedenavond. Met name jongeren zoeken medische informatie op social media. Maar op die platformen is ook veel nepnieuws te vinden. En daarom hebben meerdere dokters hun krachten gebundeld. Ze zijn een TikTok-account begonnen om jongeren het juiste advies te geven. Onder hen ook een arts uit Gelderland. We zagen dat steeds meer patiënten in de spreekkamer met verkeerde verwachtingen kwamen. Met verkeerde informatie of soms helemaal niet meer kwamen. En als we dan na 3 maanden soms bellen om te vragen hoe is het gegaan met deze medicatie, zien we dat ze het niet gebruikt hebben. Omdat ze op internet gelezen hebben dat iemand er een bepaalde bijwerking van zou hebben gehad. We zien dat de nieuwe generatie, meer dan 60% van die groep, gebruikt TikTok of Instagram als hoofdzoekmachine. Ik denk niet dat dit een kleine trend is. TikTok is echt hier om te blijven. Plaatselijk vet verliezen, zoals op je billen, benen of... We vroegen deze influencer naar de reacties op haar video's. Volgers vinden het fijn dat ik misleidingen op verpakkingen aan de kaak stel, zegt ze. En haar mening over het feit dat iedereen online advies mag delen? Ik zie dat er online veel onzin wordt gedeeld. Ook het verdienmodel rondom deze content is niet oké. Ja, dat verdienmodel, daar maak ik me wel zorgen om. Dingen zien er soms echt heel mooi uit, maar je moet je altijd afvragen, wie verdient hier nou eigenlijk geld aan? We zien ook dat vrouwen anticonceptievraagstukken anders beantwoorden en denken van, nou, kan het wel op een natuurlijke manier oplossen. Maar zien we ook een aantal vrouwen per jaar hier alleen al in ons ziekenhuis met ongewenste en ongeplande zwangerschappen.